slapen. Ja, ja. Dan kan ik niet zo goed rijden. Nee, ik zal zo. Nou, ik moet je. Als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen, als ik zelf dienst had, als je hier slaapt en je weet dat je opgeroepen kan worden, dan slaap je toch op een andere manier als thuis. Eigenlijk, thuis slaap je gewoon heel erg diep en vast en gewoon lekker ontspannen. En hier lig je toch altijd in je slaap. Het lijkt net of je niet helemaal diep slaapt, maar dat je toch constant eigenlijk met één oor ligt te luisteren van wat gebeurt er. Dus ja, en dat is inderdaad een kwestie van, daar moet je ook inderdaad heel erg aan wennen. En ik hoorde ook wel, en dat is ook wel zo, dat bijvoorbeeld vooral jonge brandweermensen hebben daar weinig problemen mee. Maar des te ouder een brandweerman wordt, dat hij steeds meer moeite krijgt met dat heel snel uit bed komen, naar beneden rennen, spullen aan, in de auto springen. Dus des te ouder je wordt, des te moeilijker dat wordt. Je hebt geen handige vader of buurman of nee? Oké. Misschien heeft je moeder nog eens een vriend of zo die dat wel kan. Eens in de familie. Of de buurman. Of de buurman. Ja. Dat is vast wel iemand die dat kan doen. En als het nou helemaal niet lukt, moet je zeggen, dan moet ze dubbelzijdig tape kopen. En dan moet ze dubbelzijdig tape aan de onderkant van de melder. En dan kan ze zo tegen de buurman drukken. Dan blijft hij ook goed zitten. Dus hoef je niet te boren, hoef je niet te schroeven. Ja, nee. Dan zit hij ook goed. Ja, dat vind ik een goede vraag. Waarom niet tegen de muur aan? Waarom kan ik die brandmelder niet hier hangen? Nee, ik heb hem helemaal boven aan het plafond. Ja, maar waarom hang je dan boven aan het plafond? Hier kan het toch makkelijk bij? Nee, omdat het rook gaat meestal eerst omhoog. En dan gaat het pas naar beneden zakken. Ja, klopt. Dus daarom, ja, gewond, daarom hangen die rookmelders ook allemaal daar. Hè? We kunnen er niet bij. Nee. Maar ze hangen daar omdat de rook omhoog gaat. En dan krijg je die melding. Daar moet je ook kruipen. Ja. Ik moet batterijtje kunnen doen. Wat, hoe ze daar gemaakt zijn? Ja, dat is gewoon in het begin toen ze de kazerne gingen bouwen, hadden ze hier een hele grote stellage en hebben ze inderdaad die rookmelders opgehaald. Dat doen ze ook als hier verhoogd wordt, pakken ze een hele grote stellage. Dan kunnen ze erbij. Ja. Dat is wel heel lastig, maar er is altijd wel wat te verzinnen om erbij te kunnen. En voor de rest van de groep hebben we nog één. Laatste vraag. Waarvoor staan overal van die dingen? Die dingen? Ja. Wat zijn dit voor dingen eigenlijk? Ik weet het niet. Nee? Daar doe je de slang op, dan komt er water doorheen. Ja, maar brandkraan. Dit is niet de brandkraan zelf. Maar het heeft er wel mee te maken. Maar wat doen we met dit ding? Draaien, dat er water uitkomt. Ja. Oké. Deze hebben... Nou, volgens mij zet je die op het voertuig en als je de brand moet blussen, ja? Dan kan je het kopstuk erop zetten en dan kan je gewoon brand blussen. Nou, zoiets inderdaad. Jullie hebben het misschien wel eens gezien in de straat, er zitten allemaal van die kleine putjes en daar staat dan een brandkraan op. Nou, wat wij nou kunnen doen is inderdaad, we halen de deksel van het putje af en dan pakken we deze. En nu zit er een voetje onder, want anders blijft die niet staan. En dan pakken we deze en die kunnen we dus... Oh, wacht even, kijken. Zit die los? Ja, zit los. Dan kunnen we deze in het putje laten zakken en dan draaien we hem vast. En als hij dan helemaal vast zit, nou, dan zetten we de brandkraan open en dan doen we hier slangen aan. En die gaan dan naar de auto toe. Want dan kunnen we inderdaad water gewoon uit de straat halen. Oh, zijn ze aan de straat vast. Wat? Ja, maar met tekenfilms. Ja, dat klopt. Nou, dat klopt, want wij werken hier in Nederland, of in het grootste gedeelte van Nederland, hebben we het over ondergrondse brandkraan. Dus die zit eigenlijk onder de weg, hè, onder de grond. Maar je hebt ook bovengrondse brandkranen en dat is inderdaad dan een putje met dit ding er gelijk op. En die staat dan helemaal vast. Alleen weet je wat dan vervelend is? De schakel losgegaan. Nee, maar als er soms wel eens bijvoorbeeld een verkeersongeluk is, of auto's die verkeerd parkeren,
Die rijden dan achteruit en dan rijden ze die bovengrondse brandkraan eraf. En dan heb je een hele grote fontein met water. Ja, dat klopt. Ja. En dat zie je ook wel eens in tekenfilms. Ja. 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 Dus vandaar dat wij in Nederland bijna altijd ondergrond. Maar wat is nou het vervelende met een ondergrondse brandkraan? Je ziet hem niet. Je ziet hem niet. En helemaal niet als net als... Nee, maar net als vorige week of twee weken geleden. Sneeuw. Ja, dan ligt overal sneeuw. En dan weten wij niet waar we die brandkraan moeten zoeken. Of weten we dat wel? Sensor. Dan moet je de sensor in doen en dan met zo'n ding. Hoe weten wij waar de brandkranen zitten? Nou, we hebben op de auto hebben we boeken, hele dikke boeken, waar gewoon alle brandkranen in staan. Dus duiken op. Maar wat je ook heel vaak ziet, is inderdaad bij huizen, we hebben hem hier niet, maar dat aan de muur hangt dan een klein bordje met maag erop. En dan staat er bijvoorbeeld een soort T, is dat dan. En dan staat er hier 2 en hier 4. En dat wil dan zeggen 4 meter naar die kant en 2 meter naar die kant, daar zit dan de brandkraan. Dus dan kunnen we aan de hand van het bordje wat op de muur zit, kunnen we dan kijken waar de brand is? Nee, ik moet filmpje maken. Geef eens mij een... Hoi. Doe normaal. Ik heb zo'n mijn Sophia. Doe normaal. Doe normaal. Doe normaal. Oh, hier vergaderen. Nee. Geef je burgemeester. Ja. Hey, precies dezelfde. Nee, mag ik daar achter je? Mag ik zitten? Mag ik hier school? Mag ik een basketbal? Mooie schieten! Voetbal! Ja, hier! Ah, die van mij, hè? Ja, die jongen zit er helemaal net kijken. Ik ben niet! Ik ben niet! Dan zie je aan de rechterkant zie je daar die keuken. Die brandweermannen die kunnen allemaal koken. Ja? Ze hebben ze om de beurt, moet ze een keertje, dan zijn ze kamerwacht een hele dienst. En als je dan kamerwacht bent, dan moet je voor je collega's koffie zetten. En ook zorgen dat er een maaltijd komt. Dat wordt voor het corvée. Ja. Hij doet het voor, aardappels. Ik heb wel. Hier is de keuken. Hij is de kamerwacht. Echt erg. Met worst en spekjes. Lekker. Ze hebben straf. En wat zijn jullie allemaal geweest dan? Aardappels schillen. Hard werken. Ja. Ja. Is niet van haar. Lekker plekje. Nieuw slaan. Geef en het nee, tuurlijk niet hoor. Hey, Rijswijk op de plek. Oh, je hebt koud. Om daar te kijken of... Nee, niet. Ik weet niet, Heiko's denk ik even van... Oh, ben jij met de spuit best of niet? Mogen we? Daar niks, hè? Oké, ja. Moet passen, je hebt verschillende maten, omdat je helm en een afstelling naar je hoofd. Dus dat is wel gewoon. Dus voor die mensen als ze zelf het nog willen bewaren, kunnen ze wel daarop werken. Ze hebben scooters!
Moet die Jerry ook schieten? Dan heeft hij trouwens ook schieten. Oké. Sascha! Ga ik jullie allemaal even de nummer geven? Oh, ik heb het dan. Geef me een taal. Hier hebben wij allemaal heveltjes om dat de spanning erin blijft zitten, dat we er altijd licht hebben. Er zit ook een grote lamp op. We hebben hier hebben we wat gereedschap in staan. Met deze kunnen we de lampen aanzetten die hierop zitten. Dan kunnen we altijd goed zien wat we doen. Hier binnen hebben we verder, jullie mogen dadelijk overal, ik ga het heel even kort uitleggen, mogen jullie zelf erin en eraan kijken hoe of wat. Hier hebben we ook wat gereedschap in zitten voor het slepen en het bergen van een auto. Mag jij filmen? Ja, het staat er allemaal bij wat het is en dan kun je het nou kijken. Hier staat een grote stofzuiger op. Dat is een stofzuiger. Ventilator. Ja, dat is toch een stofzuiger. Nee, dat is De stroom van de stofzuiger zit aan de zonwater. Als er een kelder onder water gelopen is, dan gebruiken we de stofzuiger. Ja, het lijkt op een stofzuiger. Ja. Is het twee keer eindeloos één? Het is gewoon een stofzuiger die het water kan zuigen. Doe even een rondje, dan mogen jullie daar allemaal vragen stellen. Mag ik even een filmpje? Ja? Ja, niet. Jawel, maar ik wou net. Mag ik jou dan niet terugkomen? Ja, zeker. Alle objecten kunnen we daarmee opzetten. Hiermee stabiliseren wij een auto. Dus als we een auto-ongeluk hebben gehad. We zetten van deze eronder dat hij niet meer beweegt, dus dat wij rustig aan het werk kunnen gaan. Maar er zitten nog wat blokken in, dat is allemaal voor het stabiliseren van de voertuig. We komen hier bij het grotere gereedschap. En dan kan je erop staan. Ja, dan kun je erop staan om bovenin erbij te komen. Dan kan je erbij het duikpak. Dit is voornamelijk het gereedschap wat we gebruiken voor het knippen van een auto. Oh ja, deze had ik gezien. Ik en hierachter zitten 3x3 poten. Deze, dit is een schaar. Dit is een schaar. Waar maken we een auto knippen? Waar? Ja. Wacht maar, hand. Kan je je vingers voelen? Oh ja, als filmpje. Zwaar, hè? Als het op je tenen komt, hè? Op je tenen komt, dan heb je tenen echt zwaar. Oh, dit is dan nog de lichte schaar die wij hebben. Ja, mag ik even? Zou ik met twee handen vasthouden? Oké, jou. Ah! Ik dacht dat die kleine was. Ja, kijk, zo eentje. Mag jij het filmen? Ja, ik mag ook. Ik dacht dat jij mag filmen. Sorry. Hij staat wel. Ja, hij staat wel. Sorry, hè? En nou jij. Ja, van de vlak. Iedereen Emma zijn neus zien. Nee. Naar voor! Ja, die staat er nu op, hè? Naar voor! Kijk uit.
melding krijgen van binnenbrand. Met mensen verhuisd. Ruim met vuur. Snel mogelijk zijn. Op het moment krijgt de dan is hij de melding geweest. Op het moment dat wij sirene zou komt de zwaarlichten eruit. En dan gaan we verder als normale verkeersgang hier deze komt in kracht in. Gaan we wel kijken wat er aan de hand was. Maar dan is het geen spoed meer. Wat ben je? Wat S L T B, S, L, T, 0, 2. En dan en L. En dat is een Nederlandse weer. Ja, in de vrachtwagen, hè? Brandweerauto. Tjoek, tjoek. Ik ben. Ja, jij bent. Dat weet ik nou ook wel. Mag ik? Oké, ik film jou wel. Hij zit nog. Oh, je stapt erin als een toegewijd. Echt. Deze gaat niet meer omhoog. Mooie schoenen. Oké. Status. Je mag nergens aankomen. Hallo, ik kijk alleen. Ter plaatse, de tomtom, moet je eens op de tomtom kijken? Mijn moeder heeft een man. Nu ben ik. Zet die camera uit. Ja. Kijk, ik ben nu wat dichtbij aan het filmen. Ik zie je hoofd heel hoog. Ik kan het ook voorstaan. Hey, mama. Ja, kijk hem. Film je de achterkant van die man? Oké, okay. Hallo. Hallo. Nee, ik moet haar ook heel erg. Ik val bijna! Hallo! Ja. Kijk! Hoi, man! Hey, Emma! Oh. Emma! Wacht even! Emma! Emma! Hé, hey, ze zijn aan het buiten! Ja, jee, het gaat gewoon zo. Oh, ja, mij! Oh, yeah. Ja, ik wil hem na! Ze zitten vast! Ik ben bang! Ja! Ja. Ja. Hey, man, niet doen! Oh, brand! Hoe komt dit? Ja, je moet niet doen! Oh. Aan de kant. Hier aan de kant gaan staan. Goed jongen. Ga dan maar hier aan het hoekje staan. Maar hier moet ze opstaan. Zo, jullie zijn echt wel klaar. Echt brand. Ja, dat wil ik nou niet gaan zeggen. Maar jullie moeten allemaal goed hier blijven staan. Die auto spuit gaat rijden en houdt die baas die hier binnen staat, hè? Oh shit! Pas op, hier gaat die ook rijden. Mogen wij dan? En hou je oren dicht. Oh! Mag ik? Yeah.
ballonnen. Ik kan wel wat ballonnen. Maar die kan niet helpen. Dit is neutraal. Als ik hier dan neem op 5, heet ze Engels. En dit is de R van return. Ja. Hoi. Er is een... Sarah. Een schriftje van mij. Ik ben helemaal. Zeg maar. Ja, en soms neemt hij erbij. Dit is hier gevallen. Wat weg? Ja, maar jongens, jullie mogen die kant uitstappen. Hoe? Die kant. Bye! Doei! Ik wil ook schieten! Tweede! Als eerst! Nee! Nee! Ik als hey! Als derde! Nou maar niet! En jullie allemaal in auto gaan. Ah, ja, ik wil! Ja! Ja, ja! Hun zijn allemaal. Wat hebben jullie kijk dan, nou, twee op jullie alleen filmen. Waarom mogen jullie alleen filmen? Igor. Nee, kijk, graag je. Graag gedaan je. Waarom mogen jullie alleen filmen? Dan ben ik in die slang mee. Oké, okay, volgende. Ah, dit ding is fijn. Ja, jullie mogen zo afgeven. Hier nog één van dit groepje. En dan als volgende groepje dan klaar staat. Yay! Yeah.